Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is vrijdag 4 februari 2022. Lloyd Groenhout is mijn naam. Ik zit erin voor Carlos Lindveld. En tot 9 uur presenteer ik u wederom het actualiteitenprogramma op de Surinaamse radio. Radio SRS Suriname. Hopelijk bent u al in de dag heel goed begonnen om natuurlijk weer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefde Suriname. Carlos Pinas die doet vandaag de techniek en het is de bedoeling dus dat wij vandaag diverse onderwerpen met u zullen belichten. En laten we alvast starten met dat van COVID. 3 doden zijn gisteren te betreuren. 1 patiënt is overleden in het regionaal ziekenhuis Wanica. 1 in het academisch ziekenhuis Paramaribo. Terwijl 1 zieke thuis het leven heeft gelaten. Het aantal doden deze maand is opgelopen naar 11. En in totaal zijn 1274 personen in Suriname overleden aan COVID-19. 388 personen zijn positief getest op het coronavirus. Er zijn 774 swabs afgenomen, waarvan 386 negatief zijn. En van de geteste mensen is 50,1% positief. En u weet, om de situatie beheersbaar te maken, om te zeggen dus, dat we de situatie onder controle hebben, moet het percentage positieve onder de 10% zijn. Dan hebt u een beeld van hoe ver we zitten van de situatie. Op de intensive care units zijn 13 zieken opgenomen. In de zorginstellingen zijn 74 COVID-patiënten opgenomen. 21 personen die volledig gevaccineerd zijn, zijn opgenomen in het ziekenhuis. En de status van 45 is niet bekend. En u weet dus dat de Omicron-variant momenteel gaande is in Suriname. En ja, meer geluiden dat er een nieuwe variant zich aan het ontwikkelen is. Nou, ik vraag me af hoe lang we met deze situatie zo zullen doorblijven. Hoor. Laten we hopen dus dat we heel gauw uit deze enge situatie komen. En we zitten straks 2 jaar erin, hè? Als ik me niet vergis. Ja, toch? 2 jaar, ja. Maar goed, ik heb nog wat. Mevrouw Angela Han, als u luistert, kunt u alsjeblieft contact met ons maken. Het is zeer dringend, hoor. Heel noodzakelijk dat u ons contact. Ik weet dat mevrouw Han luistert naar Radio SRS Suriname. En als er familieleden zijn die mevrouw Han misschien de boodschap kunnen meegeven, dat ze dringend contact met ons maakt, zodat wij dan haar kunnen meedelen waarover het precies gaat. Maar we hebben er dringend nodig. Mevrouw Angela Han hebben we dus heel dringend nodig. Dat moest ik ook even meedelen. We gaan naar onze gast, de heer Henk Redmond, hebben we vandaag in de Koffiepraat. Meneer Redmond, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, fijn dat u er bent. Om natuurlijk te vertellen waarmee uw organisatie, Vader, Mother Figure, is dat bezig is. Ja, is die microfoon van meneer Redmond is niet zo te horen? Ja, prima. Oh ja. Geweldig. U mag nogmaals groeten, meneer Redmond. Ja, goedemorgen met Henk Redmond. Ja, meneer Redmond, Vader, Mother Figure, wat voor organisatie is dat nou precies? U bent de oprichter van, hè? Ja, ik ben de oprichter. Het is begonnen in 2012 in Amsterdam Zuidoost. Ja. En ik ben zelf geremigreerd in 2016. Ja. Toen ben ik begonnen met een stichting hier in Suriname. Mm-hmm. Dus we zijn nu al zo'n 5-6 jaar actief in Suriname. Wat doet dus die organisatie precies? Wat we doen, wij coachen jongeren. Met name jongeren die worden doorverwezen vanuit de scholen of vanuit hun ouders. Mm-hmm. Als die jongeren een duwtje in de rug nodig hebben. Dat de jongeren soms even iemand nodig hebben om ze te empoweren. Yeah. Om ze te versterken. Mm-hmm. Ja, zodat ze hun doelen kunnen bereiken. Ja, een maatje eigenlijk, hè? Vader, figure. Of een voorbeeldfiguur. Ja, voorbeeldfiguur hebben jongeren nodig om inderdaad op de rails te blijven. Ja. Liggen die voor het oppakken vandaag aan de dag? Nee. Dus wij werven doorlopend rolmodellen. Ja, dus mensen die graag 1 uur, 2 uurtjes per week willen vrijhouden voor de jongeren. Om terug te geven aan de jongeren. Om beschikbaar te zijn voor de jongeren. Om die jongeren te coachen, te bemoedigen. Dat doen we tegenwoordig veel telefonisch. Ja, vanwege COVID. Ja. Ja, daarvoor gingen we naar de mensen toe. Maar die doen we het telefonisch. En als het echt dringend is, hè, dan gaan we wel even langs. Maar in feite doen we alles virtueel. Mm-hmm. Dat komt omdat we dan ook internationaal kunnen werken. Dus met coaches uit het buitenland. Ja, die jongeren die hier wonen coachen.
En het zijn jongeren die zijn tussen 8 en 18 jaar. Dus we hebben een bepaalde focusgroep. Mm-hmm. Wij focussen op die groep, omdat die jongeren veel veranderingen meemaken in hun leven. Ja, de puberteit, ja. Ja, nieuwe school, mm-hmm. Ja, misschien een nieuwe wijk, ja, ze verhuizen. Ja. Ja, waardoor ze eigenlijk onrustig worden. En soms niet weten wat ze moeten doen. Mm-hmm. Ja, zich vervelen. Ja, geen doel hebben. Op de hoeken gaan staan. Ja, op de hoeken gaan staan. Terwijl ze een vaderfigure hebben, of een motherfigure hebben. Ja, dan kunnen ze inderdaad hun ei kwijt. Ja, dan worden ze gehoord. Mm-hmm. Iemand die luistert naar ze. Iemand die ze liefde geeft, aandacht geeft. Ja, zodat ze hun doelen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld een school kunnen afmaken. Een goede hobby, ja, kunnen gaan beoefenen. Ja, of hun interesses ontwikkelen. Waardoor ze goede burgers worden. Geweldig. Dat hebben we nodig in deze tijd vooral, meneer Redmond. Ja. Want als we moeten horen van jeugdigen, 16-jarigen... die het pad van de criminaliteit opgaan daar. Je haalt bloed wanneer je dat hoort. Ja, inderdaad. Jongeren, 16, 17 jaar, die met moordpartijen geconfronteerd worden. Ja, inderdaad. Dus wat we zien is dat er ook verkeerde rolmodellen zijn. Mm-hmm. Dus mensen die het verkeerde voorbeeld geven. En kinderen die zijn dus gevoelig daarvoor. Ja, die kunnen gauw ook die kant op gaan. Dus daarom zetten we ons in om goede rolmodellen in te zetten. Mm-hmm. Dus mensen die een baan hebben of een bedrijf hebben. Ja, en die inderdaad een goed gedrag hebben. Ja, van onbesproken gedrag zijn, hè, dienstbaar zijn. Mm-hmm. Zich willen inzetten voor een ander. Yeah. Ja, tijd willen maken voor een ander. Ja, mensen die zelf ook in balans zijn natuurlijk. Want als je zelf niet in balans bent, dan kun je ook niet coachen. Klopt. Dus je moet zelf in balans zijn, sterk zijn. Mm-hmm. Inderdaad, hè, ook geestelijk, hè, sterk zijn. Ja, zodat je inderdaad een jongere die bepaalde issues heeft, ja, kan helpen. En die hulp die is nodig. Want we merken dat steeds meer kinderen worden doorverwezen vanuit de scholen. Mm-hmm. Ja, lagere school, ja, of een middelbare school. Worden kinderen doorverwezen naar FMF. En ze krijgen een coach. En zo'n traject duurt zo'n 6 tot 9 maanden. Worden ze 1 keer per week gecoacht. Ja, een uur. En die coach die rapporteert naar FMF, Father Mother Figure. Ja. Zodat de Father Mother Figure weet waar die coach mee bezig is. Waar hij naartoe gaat. Ook als er bepaalde knelpunten zijn, dan kunnen we tijdig ingrijpen. Zodat het coachingstraject adequaat kan worden afgerond. We hebben vorige maand een certificaatuitreiking gehad. Mm-hmm. Dus dat doen we elk jaar. Ja. Ja, in het Marriott Hotel hebben we een certificaatuitreiking. Waardoor die kinderen die het traject hebben afgerond, met goed gevolg. En de coaches, die krijgen een certificaat. Ja. Daar hebben we ook een prijs voor beste jongeren. Ja, en beste coach. Dus mensen die met succes het traject hebben afgerond. En met kop en schouder uitsteken boven de anderen. Die krijgen een prijs. Ja. Meneer Redmond, zijn er succesverhalen te noemen? Ja, diverse succesverhalen. Wat de afgelopen periode gedaan heeft. Ja, als kinderen die inderdaad heel ongelukkig starten. Ja, die hadden wat verdriet, problemen. Mm-hmm. Ja, die hebben een coach gehad. En die zagen het weer zitten. Na een paar maanden en zagen die het weer zitten. Die kregen weer zin. Ja, die gingen weer stralen. Ja, die konden weer creatief zijn, gedichten maken. Ja, successen boeken op school. Ja, en de school afmaken. Ja, of jongeren die inderdaad meer gingen helpen in de huishouding. Ja, wat meer actief werden in de huishouding. Waardoor de ouders ook weer trots konden worden. Ja, op die jongeren. Ja, dat hebben we gezien. Ja, we hebben gezien kinderen die inderdaad minder agressief waren. Want je hebt veel agressie binnen gezinnen. Ja. Door spanningen die optreden. Ja, vanwege COVID. Als mensen bijvoorbeeld thuis moeten blijven. Ja. In quarantaine. Mm-hmm. Dan krijg je spanningen. Ja, of als de financiële situatie thuis niet florissant is. Ja, dan krijg je dus moeilijkheden. Ja, soms tussen vader en moeder. Ja, of een alleenstaande moeder komt minder uit. Of een alleenstaande vader. Die krijgt het moeilijk. Ja. Krijgt het druk. Waardoor je spanningen thuis krijgt. En zulke kinderen hebben we gecoacht. Die dan weer rustig zijn geworden. Waardoor die ouders ook weer in balans zijn gekomen. Want dat is mooi van de impact van die coaching. Dus niet alleen het kind wordt bereikt met coaching. Maar ook die ouders. Ja. En daardoor is die coaching duurzaam. Mm-hmm.
Geweldig, heel mooi wat ik allemaal hoor. U noemde dat, waarop ik zou komen. Is het een behoorlijke uitdaging, vooral in deze COVID-situatie? U noemde dat even ook. Oh ja. Ja, dat is een uitdaging. Die coaches, dat zijn mannen en vrouwen die een baan hebben. En, of een bedrijf hebben. Ja, die hebben ook een eigen leven natuurlijk. Dus die hebben ook te kampen met COVID-situatie. Ja, dat je voorzichtig moet zijn. Hè, of soms in de familie. Ja, raakt iemand besmet. Ja, misschien een coach. Ja, raakt besmet. Waardoor hij even uitvalt. Dus in die zin zal altijd even rekening houden met de omstandigheden. Ja, maar wij hebben intervisie. Wat is dat? Intervisie is dat die coaches bij elkaar komen om te delen. Ja, de ervaringen, ja, de emoties. Ja, die worden gedeeld. Hè, de successen worden gedeeld. Hè, aanpakken, ja, van coaching worden gedeeld. Ja, tips worden uitgewisseld. Waardoor ze worden aangesterkt. Dus dat is brood nodig. Want als je met de jongeren bezig bent, ja, dan kun je ook wel de uitdagingen tegenkomen. Ja, jongeren die bijvoorbeeld ongehoorzaam is. Ja, ja, of van huis wegloopt. Ja, dan moet je als coach stevig in je schoenen staan om zo'n jongeren te bereiken. Ja, want ze zeggen altijd connect before you can correct. Mm-hmm. Dus je moet eerst een connectie maken met die jongeren. Ja, ja. Voor je eigenlijk die richting kan geven. Ja, dat die jongeren inderdaad zijn of haar doel kan bereiken. Dus die coaches die worden dan getraind aan het begin. Maar ook tussentijds. We hebben diverse trainingen waar ze ook aan mee kunnen doen. Mm-hmm. En coaches van FMF die krijgen soms ook korting voor algemene trainingen die wij verzorgen. Dat is een voordeel om zich te blijven ontwikkelen. Ja, en heeft dit ook ertoe geleid dat misschien, want we komen straks op een training, hè, die straks verzorgd zal worden. Maar leidt dit ertoe dat jongeren, zeg maar, een tweede kans krijgen, misschien ook straks hun eigen onderneming kunnen starten? Want ja, ik heb hier een jongere gehad die vertelt over de situatie in, ja, die buurten, hè? Ja. Die achtergestelde buurten bijvoorbeeld. Ja, klopt. Waar jongeren in shiftverband moeten slapen in huis. Oh ja, ja, klopt. Dus al dat soort huiselijke omstandigheden. Krijgen ze hierdoor dan een tweede kans, zeg maar? Ja, ze krijgen een tweede kans. Ja, om met die coach te praten over de situatie thuis, inderdaad. Ja, kleine ruimte thuis, ja, veel kinderen, ja, in huis. Ja, waardoor ze hun ei kwijt kunnen. Want dat is eigenlijk het geheim van die coaching. Ja, want vaak wordt het niet geluisterd, ja, naar zo'n kind. Ja, want het merkt het druk. Ja, of ouders zijn veel afwezig. Moeten hosselen. Ja, ja, twee banen misschien. Ja, om uit te kunnen komen. Mm-hmm. Ja, want we zitten met een devaluatie. Ja, en een inflatie zitten we mee. Dat is eigenlijk een dubbele situatie. Ja, waardoor mensen niet makkelijk uitkomen met wat ze verdienen. Mm-hmm. En daarom ontstaan er spanningen. Maar die coach die is er om te luisteren en met oplossingen te komen als die gevraagd worden. Mm-hmm. Ja, zodat die kinderen inderdaad het lichter krijgen. Dat is al een hele hulp. Mm-hmm. Als je het lichter hebt, je hebt een maatje, ja, met wie je kan praten, waardoor je ook op een gegeven moment sterker wordt. En daar gaat het om, dat die kinderen sterk worden. Ja, en zelf voor oplossingen kunnen zorgen. En dat ze dus later ook goede burgers worden. Want daar geloven we wel in. Mm-hmm. Geweldig. Meneer Edmond, u bent van plan een online ondernemersschool te starten. Vertel eens. Ja, die school die gaat starten op 1 maart. Mm-hmm. De vierde editie. We zijn al een tijdje bezig. Okay. We hebben steeds 20 mensen opgeleid. Mm-hmm. We gaan nu starten met een nieuwe groep van 20. Er zijn nog wat mensen aangemeld. Maar er zijn nog plekken voor 1 maart. Het is een ondernemersschool online. Nou, waarom online? Omdat er ook mensen uit het buitenland kunnen meedoen. Ja, het is Nederlandstalig, dus onze Surinamers uit het buitenland, die kunnen gewoon meedoen. Ja, we hebben een e-learning systeem, we hebben docenten. Ja, de meeste komen uit Suriname, ja, ook een paar uit het buitenland, die dan les geven, 1 keer per week. Ja, zo'n 10 keer, dus 10 weken. Ja, op de dinsdag van 2 tot 5 wordt de les gegeven. Ja, men krijgt een coach. Ja, wat ze noemen een business coach. Ja. Iemand die inderdaad ruime ervaring heeft. Mm-hmm. En die de cursist begeleidt. Zodat hij wat hij geleerd heeft in praktijk kan brengen. Dat is een hele unieke school. Omdat je in feite het geleerde meteen in praktijk kan brengen. Dus je hebt er gelijk profijt van. Ja. Wat zal er allemaal tijdens deze ondernemersschool worden gepresenteerd?
worden onderwezen, zeg maar. Oh ja, dus onderwijs is nodig. Als je onderneemt, ja, je moet dus weten waar je mee bezig bent. Ja, dus stel, je hebt een productiebedrijf. Ja, je produceert Porosiri bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, Asahi, ja, ja, produceer je. Dan moet je dus weten waar je mee bezig bent. Ja, de productiekwaliteit, ja, van het product. Ja, het verpakken, ja, van het product. Ja, klanten werven. Mm-hmm. Ja, export. Ja, moet je dus weten hoe het in zijn werk gaat. Ja, je logistiek. Ja, moet je weten. De financiën. Yeah. De prijsstelling van het product. Ja, je kan bijvoorbeeld pulp maken. En die pulp verkopen. Zodat andere bedrijven het weer kunnen gaan verwerken. Dus je moet weten wat je prijsstelling is. Je kostprijs moet je kunnen bepalen. Dat leer je allemaal. Je kostprijsberekening. Ja, ja. Ja, je prijsberekening. Mm-hmm. Ja, de verkoopprijs. Ja, de promotie. Dus je marketing leer je. Promotie. Ja, hoe ga je het distribueren, dat product? Hoe ga je het verpakken, dat de mensen het aantrekkelijk vinden en gaan kopen? Ja, dingen als de kwaliteit, ja, van het product, de smaak, ja, van het product. Ja, export. Ja, welke markten zijn interessant voor Porosiri? Waar wordt het veel gevraagd? Ja, die markten kun je dan aanboren, waardoor je vreemde valuta krijgt. Ja, je bedrijf kan uitbouwen. Want leren de mensen ook om inderdaad serieus met het bedrijf bezig te zijn. En daarom is die ondernemerschool belangrijk. Want als je die school zelf volgt, ja, dan weet je waar je mee bezig bent. Dus je weet waar je over praat. Als je met mensen praat, ja, bankiers of investeerders praat, dan sta je met je mond vol tanden. Ja, ja, maar dan kun je wel meepraten. Ja, je laat je niet ook niet voor gek houden. Mm-hmm. Want je weet waar je mee bezig bent. Ja, je product ken je. Ja, je kent je klanten. Ja, je kent toeleveranciers, ja, personeelsleden. Hoe ga je met je personeel om? Ja, dat weet je allemaal, waardoor je ook meer rust krijgt in die organisatie. Want dat zien we tegenwoordig veel, hè, bij bedrijven. Mm-hmm. Ja, mensen gaan voor het snelle geld, ja, het grote geld. Mm-hmm. Waardoor je op het verkeerde pad terecht kan komen. Of je kan failliet gaan. Mm-hmm. Omdat je niet weet waar je mee bezig bent. Omdat je die school gevolgd hebt, je hebt die coach gehad. Dus elke week krijg je die business coach. Ja. Die je dan helpt om wat je geleerd hebt in praktijk te brengen in je eigen business. Mm-hmm. Waardoor die business groeit. Ja, dan heb je een duurzame business. Ja, voor langere tijd. Ja, je groeit, je hebt het personeel. Inderdaad, je krijgt meer rust in de organisatie. En je kan dus een leider worden als bedrijf in die sector. Ja, prima. Blij dat zo te horen. Leert men ook een businessplannen te maken tijdens Elke week krijg je les en dan begin je met een businessplan. Een businessplan heeft diverse paragrafen over de ondernemer zelf. Ja, hoe sterk is hij? Ja, welke verbeterpunten heeft hij? Wat is zijn visie? Ja, wat is zijn missie? Ja, zijn doelen? Wat wil hij bereiken? Ja, plan van aanpak, hoe gaat hij dat bereiken? Dus alle hoofdstukken worden dan elke week ingevuld, waardoor je op het einde van de rit een compleet ondernemingsplan in handen hebt. Dus dat is heel waardevol. Waarom? Omdat je dan van tevoren hebt kunnen nadenken over een aantal dingen. Dus stel je bent een nieuwe ondernemer, heb je van tevoren kunnen nadenken over jouw business, heb je kunnen visualiseren, waar ga je naartoe, hoe ga je het doen, je hebt het van tevoren kunnen zien, inderdaad, ja, je hebt kosten van tevoren kunnen berekenen, je opbrengsten van tevoren kunnen berekenen, waardoor je eigenlijk beter beslagen ten ijze kan komen. Je kan succesvol zijn, omdat je dus goed voorbereid bent. En die andere doelgroep, dat zijn mensen die al een bedrijf hebben. Mm-hmm. Dus stel, je hebt al een bedrijf. Ik heb bijvoorbeeld iemand die was begonnen met een houtbedrijf. Dus die was al bezig. Maar die vond het toch nodig om die ondernemerschool te volgen. En die leert dan om inderdaad op een professionele manier met die business bezig te zijn, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Mm-hmm. Dus dat is voor die tweede doelgroep bedoeld. Mensen die al een business hebben. Okay. Want die willen graag naar een next level. Mm-hmm. Ja, en die willen ook in de business blijven natuurlijk. Yeah. Dus ondanks alles wat je om je heen ziet, willen ze graag in die business blijven. Ja, we leven in een hele uitdagende tijd. We horen vaak van ja, we moeten gaan onze productie opschroeven. We moeten onze productie op ons daarop gaan richten. Moeten wij ook in dat kader zo'n onderneming, deze ondernemingsschool zien? Dat wij onze ondernemerschap
in het land gaan vergroten? Ja, inderdaad. Het is een kwaliteit, ondernemerschap. Dat is een bepaalde competentie in wezen. Ja. Dus naarmate je meer geschoold bent, ja, doe je het beter. Je komt ook meer zelfverzekerd over. Ja, je komt dus sterker over. En je bent in staat om die gewassen die je teelt, ja, om die op een goede manier te telen. Ja, dus ook je risico's van tevoren te zien, hè, voor insecten en dergelijke. En biologisch te telen. Ja, waardoor inderdaad die visie die er is voor Suriname, om inderdaad een voedselschuur te worden. Ja, voor de Surinamers in eerste instantie. Dat we elke dag kunnen eten en drinken. Ja. Ja, gezond. Ja, voedsel kunnen nuttigen. En daarnaast voor het Caribisch gebied die voedselschuur kunnen worden. Want daar zijn die eilanden vaak niet zo vruchtbaar. Ja. Waardoor ze moeten importeren. En wij hebben een vruchtbaar land. Dus als wij de krachten bundelen. Dus daar is FMF ook mee bezig. Om die ondernemers de krachten te laten bundelen. Ja. Bijvoorbeeld bedrijven die pepers telen. Of bedrijven die tijerblad telen. Of cassave telen, dat die bundelen, waardoor die klanten in het buitenland ook die juiste hoeveelheden kunnen krijgen. Dus die export wekelijks, ja, zoveel ton moet dan te leveren zijn, omdat je de krachten bundelt. Dus ja. Wij leren de mensen ook om samen te werken, want dat is ook een bepaalde kwaliteit die je nodig hebt. Als je wil groeien, ja, moet je dus kunnen samenwerken, omdat je soms die partner nodig hebt om te kunnen leveren. Ja. Ja, als er luisteraars zijn, we hebben een heel interessant gesprek met de heer Henk Redmond van FMF, Father, Mother, Figure. En als er vragen zijn, dan mag je die dus stellen op 490-3x0 aan de heer Redmond. Die start dus met een online ondernemerschool. En ziet u dit als een mogelijkheid voor uw eigen onderneming misschien, om het een beetje op te krikken, zeg maar. Misschien wil u wat erbij leren. En hebt u vragen, dan mag u dan nu bellen. Hoe lang zal deze online ondernemerschool duren, meneer Redmond? Oh ja, en wat zijn de tijden? Het duurt 10 weken. Dus hij begint op 1 maart, dat is op dinsdag. Yeah. Tijden zijn van 2 tot 5, 's middags wordt die gehouden. Dat komt omdat er ook mensen uit het buitenland mee kunnen doen. Yeah. Tegen tijdsverschil. Mm-hmm. Dus mensen kunnen na hun werk kunnen ze meedoen, online. Dus hoeven niet te reizen. Er één keer per week krijgen ze les. Daarnaast hebben ze een e-learning systeem. Ja, waar ze inderdaad kunnen inloggen. Ja, en hun opdrachten kunnen maken. Ja. Ja, anytime kunnen ze inloggen. Ja, wanneer ze willen, kunnen ze inloggen. En op het einde is er een elevator pitch. Dus je hebt dan je businessplan gemaakt. En op het einde kun je je businessplan presenteren. In 1, 2, 3 minuten. Ja, zodat je duidelijk kan maken. Ja, en goede bewoordingen kan duidelijk maken wat je toegevoegde waarde is van je business. Ja, zodat mensen jouw producten of diensten kunnen afnemen. Dus feit is het te doen. Ja, het is 10 weken. Ja. En het leuke is dat eigenlijk iedereen kan meedoen. Dus al ben je iemand die bijvoorbeeld cakes bakt. Ja. Of je doet aan de catering. Yes. Maar je wil het professionaliseren. Ja, je wil meer rust in de tent. Ja, je wil het slimmer doen, hè, beter doen. Ja, professioneler doen, kun je meedoen. Maar ook consultants die zeggen van, goh, ik wil mijn bedrijf professionaliseren. Ik wil met meer mensen in dienst werken. Of freelancers wil ik hebben. Of mensen die in een productiebedrijf zitten. Ja, bijvoorbeeld citrus, hè, of porosiri, ja, gember, ja, succade. Ja, die kunnen gewoon meedoen, want die leren dan op een professionele manier te werken. En bovendien, als je zo'n cursus volgt, kom je ook anderen tegen in die cursus met wie je kan zaken doen. Ja. Dus dat hoef je niet ver te zoeken. Ja. Maar die mensen zitten gewoon in de groep. Mm-hmm. Ja, 20 man zitten in die groep. Dat hoef je niet veel moeite te doen buiten. Oh, ja. Maar gewoon die groep kun je zaken doen. Ja, we hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met Van Almgaard. Ja, goedemorgen. Hoe heet die meneer ook weer? Dat is meneer Redmond. Meneer Redmond. Yes. Heel mooi. Luistert naar wat u zegt. Maar meneer Redmond, u weet ook dat we hier in een soort financiële, visuele cirkel zitten. Je hebt de training gevolgd en je hebt geen geld.
is er ook een soort van microkrediet waar we de mensen mee kunnen helpen. Want dan heb je zo'n certificaat in hand, je hebt die coach. En stel je nou eens voor dat je met je financiële problemen zit. Want dat is het grote probleem hier. De mensen willen wel, mm-hmm. en de arme boeren die willen ook wel. Maar is er ook zoiets als een microkrediet waarbij we de mensen kunnen helpen om ze te ondersteunen? En ik ga ervan uit dat uw training, uw e-learning niet gratis is. Oh nee. Ja. Hoe gaan wij deze mensen financieel helpen, concreet? Want het is natuurlijk een heel mooi ding, maar if you know about money, dat is dan nou een biggie probleem. Mm-hmm. Ja, nee, klopt. Daar zitten de mensen mee. Ja. Oké, is een goede vraag. Was dat hem? Ja oké, bedankt. Blijft u luisteren en bedankt voor het bellen, hè? Ja, dat is een van de grootste bottlenecks, nou, meneer Redmond, moet ik bij je zeggen. Startkapitaal of zo. Ja, startkapitaal. Nee, dat klopt. Dus dat betekent, we praten over een ondernemerscursus. Mm-hmm. Yeah. Dus dat betekent dat die cursus geld kost. Je moet dus investeren in jezelf. Yeah. Net zoals je naar school gaat, hè? Lagere school, ja, moet je ook betalen natuurlijk. Om naar school te gaan. Ja, of middelbare school moet je betalen. Ja, of je ouders, hè, betalen het vaak. Ja, later als je iets over bent, dan kun je zelf betalen. Dus daar sturen we op. Ja. Dus verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Dus eigenlijk moet je al een beetje gespaard hebben. Wil je die cursus kunnen volgen? De cursus kost 5000 SED. Dat is in feite een vrij laag bedrag, omdat je dus 10 weken lang les krijgt. Mm-hmm. Je krijgt een e-learning systeem. Ja, je krijgt docenten die lesgeven. Ja, daarnaast heb je die business coach, die één keer per week begeleid, zodat je inderdaad heel praktisch bezig bent. Ja, je hebt dus twee groepen mensen. Mensen die al een business hebben en mensen die nog moeten beginnen. Dus dat betekent dat mensen die nog moeten beginnen, die krijgen de kans om een goede start te maken. Dus je moet eerst zaaien, dan kun je oogsten. Dus investeren en dan je rendement hebben. Mm-hmm. Mensen die geen geld hebben voor die cursus, die kunnen zich aanmelden. Want in feite kunnen de mensen een motivatiebrief sturen naar FMF. En dan kunnen wij op zoek gaan naar een sponsor. Ja. Voor die persoon. Dus we hebben een oplossing voor dat probleem wat die beller heeft aangedragen. Ja, hè? Dus als je geen geld voor de cursus hebt, kun je gewoon een brief sturen. Ik wil graag meedoen om die en die reden, een motivatiebrief. Mm-hmm. Dan gaan wij op zoek naar een sponsor. En dan kun je maar als het ware gratis volgen. Dus dat is één. Nou, twee, als je die cursus doorlopen hebt en je zegt van oké, ik ben een nieuw bedrijf, ik wil gaan starten met bijvoorbeeld gemberteelt. Jammer dat ik daar kansen zie. Ja? Dus veel vraag naar gember. Jammer dat het een goed product is. Mm-hmm. Ja, dus gezond. Yeah. Ja, ik zie het zitten en ik heb in de vingers, ik heb groene vingers. Ja, dan kun je op basis van het plan wat je gemaakt hebt tijdens de cursus eerder in aanmerking komen voor een krediet. Mm-hmm. Er zijn een aantal banken waarmee samenwerken, waardoor het makkelijker is om aan krediet te komen. De drempel is lager. Een andere vorm is via een zakenpartner. Mm-hmm. Dus daar hebben we ervaring mee. Met zakenpartners die wel geld hebben. En die kunnen iemand helpen die geen geld heeft. Dus dan gaan die twee samen. En samen begin je dus een bedrijf. Mm-hmm. Dus dat is een tweede vorm. Ja. Met een partner. Mm-hmm. Dus op zich is dat interessant. Omdat veel mensen alle bedrijven hebben, maar geen ideeën. Maar ze hebben wel geld. Ja, zo iemand die een geweldig plan heeft, maar geen geld heeft, samen gaat met die anderen, dan kunnen ze samen dat bedrijf opzetten. Dus die mogelijkheid is er wel. Dus je kunt dan gezamenlijk aan de slag. Dan heb je een partner met wie je samenwerkt. Dus daar moet je wel voor openstaan natuurlijk. Maar daar begeleiden we ook bij. Want soms is het nodig om iemand te begeleiden. Mm-hmm. En de derde vorm, dat zijn grants. Ja, fondsen zijn er in Suriname. Ja, het KMO-fonds bijvoorbeeld. Ja. Ja, ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Dat ministerie heeft een fonds, KMO-fonds. En daar kunnen mensen aankloppen. We hebben het ministerie van LVV heeft ook fondsen. Ja, SAMAP is zo'n fonds bijvoorbeeld. Ja. En wij helpen de mensen om het plan te maken. Want veel mensen hebben moeite om een plan te schrijven. Maar we hebben dus een afdeling binnen FMF met projectenschrijvers. En die mensen kunnen een project schrijven, ja, dus additioneel bij het ondernemingsplan. Ja, schrijven ze een project,
Dat wordt dan ingediend bij een van die fondsen. En dan kun je dus geld krijgen. Ja. En dat geld hoef je niet terug te betalen. Geweldig. Dus drie opties. Drie opties dus. We gaan even terug naar de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. U spreekt met mevrouw Haan. Mevrouw Haan, hoe gaat het? Ik maakte aan het begin van het programma bekend dat we u nodig gaan hebben. Ik heb al gebeld. Ja, ik heb uw nummer gekregen. Dus u kreeg te horen waarover het gaat. Jawel. U kreeg het wel te horen. Ik denk, als het niet vandaag is, maar in elk geval krijgt u het zeker te horen. Goed. En ik wou met de heer... Redmond spreken. Ja. Meneer Redmond, goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw Haan. Wat ik aan u wil vertellen... En vandaag de dag zie ik niet meer. Maar wat u kunt doen met het planten van cassave. Mm-hmm. Vroeger gebruikte men, kapte men die cassave stokjes. Ja. Om en bij een kwart stukje. Mm-hmm. Tegenwoordig niet meer. U maakt zo een berm. Mm-hmm. U neemt uw schop. Maakt u om en bij 2 tot 3 meter een gaatje ertussen. Mm-hmm. En dan zet u uw cassave erin. Maakt uw cassave stok bedoel ik. Dan maakt u het dik. Meneer, over 5-6 maanden. Maanden, ja. Schrikt u wat de cassave u weghaalt. Wat ik hier weghaalt. Is heel grote cassave. Mm-hmm. Maar ik deel het, ik verkoop niet. Nee. Mevrouw Haan, u plant zelf nog? Ik plant er. Oh. Ja, ja. Mm-hmm. Maar I know tomorrow. Oh ja, inderdaad. Maar wat hebt u zelf, want er stapt net iemand binnen... over met wie we zo dadelijk ook over zelfredzaamheid zullen praten. Dat is meneer Clyde Fort. Meneer Fort, overigens welkom in ons midden. Mevrouw Haan, bent u er nog? Ja. Wat hebt u te zeggen aan mensen die misschien een groot terrein hebben... er niks mee doen en het misschien nog niet betegeld hebben... nog niet verhard hebben? Wat voor boodschap hebt u naar die mensen toe, zoals ik? De enige boodschap wat ik heb om te vertellen, mm-hmm. de zijkanten van uw huis schoonmaken. Ja. En soepgroenten. U kunt zelf een cola fles nemen. Mm-hmm. En 1, 2, 3 gaatjes voor maken. En u zet zand erin. En dan zet u 1 of 2 zaadjes. Over 3 weken. Zult u zelf schrikken wat u daar krijgt. Doet u dat niet, plant u tegenover uw perceel rondom. Maar waar ik heb honden. Maar waar uw honden zijn, moet u dicht maken. Kunt u, ik heb geplant cassave. Ik heb soepgroenten. Mm-hmm. Ik heb taierblad. Kumawiri. Wow. Ik heb heel wat vruchten, dus ik hoef niet op de markt te gaan. Dat geld bespaart u dus? Helemaal. Geweldig. En aangezien ik ook niet meer zie, dan geniet ik ervan. Geweldig. Mevrouw Haan, mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage? Een wezenlijke bijdrage overigens. En... Heel bedankt voor het bellen en ik zei het al, u kreeg te horen waarover het gaat. Waarom u met ons moest bellen. Alsjeblieft. Dank u wel en een hele fijne dag. Dank u wel. Nou, dat is... Een fijne dag voor u. Ook aan u, mevrouw Haan. Bij de heren daar. Absoluut. Dank u wel. Doei. Ja, meneer Redmond, dat was geweldig dat wij ook zo'n bijdrage hebben gekregen van mevrouw Haan. Ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker. Dus we moeten aan het blijven kijken naar mogelijkheden thuis. Mm-hmm. Ja, om te planten. Ja. Om zelf te planten. Ja, zelf te oogsten en zelf van te genieten. En het overschot kan worden verkocht. Absoluut. Blijft u zitten? We hebben een tweede gedeelte nu met Clyde Fort. Clyde, heb je awara meegenomen met suiker?
Tuurlijk. Ik zou niet toch. Nou, welkom. Ja, ja. Want we gaan zo dadelijk ook aan meneer Redmond nog vragen hoe die registratie, want dat mogen we straks ook horen. Of misschien kunt u dat direct vertellen. Hoe het zit met de registratie, terwijl we onze pakje Tawara met suiker krijgen. Geweldig. Ja, meneer Redmond. Ja, men kan zich registreren. Hoe zit het met de registratie? Ja, dat kan. Met de registratie? Men kan gewoon even bellen of appen naar het nummer. Ja. 757-3898. Ja. Dus 757-3898. Ja. Kan zich daar registreren. Mm-hmm. Voor de online ondernemerschool. Ja, geweldig. Terwijl we onze pakjes Awara hier krijgen. Wat hebben we allemaal? Met suiker? Geconfeten? Wat is... Ja? Ja, geconfeten, gestoofd. We gaan... En Awara sap! Geweldig, lekker gezond en dat allemaal zelf geproduceerd door Clyde Ford. Clyde, nogmaals welkom. Dank u wel. We hebben het over zelfredzaamheid. Takipchisonanga meneer Redmond, over het ondernemerschap. Ja. Heel belangrijk in ons land vandaag aan de dag. Hoe belangrijk is dat voor jou? Zelfredzaamheid? Mm-hmm. Heel erg belangrijk. Ik heb er heel veel... Of laat maar eerst netjes groeten, de Artimang voor... Ja. SRS en het programma De Koffiepraat en natuurlijk Alla de Trasma. Uh-huh. Meneer Redmond, Barodi. Ja. Ik vind actie bij zelfredzaamheid nou een principe zijn, nou, heel belangrijk zijn die a individu. Uh-huh. Als je nou begrijpt op historie dat je moest tegen je ontwikkeling die schrijven, persoonlijk. Maar dat het over een kondre. Dat in begin is revie voor jaren zelfredzaamheid op gang. Ja. Dus zelf ondernemen, zelf stappen nemen, zelf initiatieven, zelf gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Want als je wacht op anderen, in redding. Mm-hmm. En wij zijn ermee begonnen als Stichting The Positive Movement Suriname. Ja. En anderen, om dat veel aan de praat te krijgen. Mm-hmm. Want ja, mensen staan er niet bij stil hoe belangrijk het is om die ontwikkeling die je wil voor jezelf, zelf ter hand te nemen. Ja. En omdat we in een systeem leven waar we, denk ik, u corrigeert mij, verwend zijn, dat is mijn goed, de mijn praktijk die zien. Terwijl wij dus als stichting proberen om terug te gaan naar die basic. Ontwikkeling, eigen ontwikkeling is belangrijk. Als jij ontwikkeld bent, kan je helpen anderen te ontwikkelen en zo het land te ontwikkelen. Ja. Dus vandaar dat wij zeggen, we gaan terug naar de basic, zelfredzaamheid. Mevrouw Haan heeft het net gezegd. Als aan het begin ching. Als je ontwikkelt naar Ossosief, je gaat ontwikkelen van kondere. Je gaat ontwikkelen van bierding. Begin thuis te planten. Zo heb je dus inkomst, je hebt tenminste, je kan geld verdienen, maar je bespaart ook een heleboel om geld uit te geven. Ja. Toch? Dus, in plaats van te klagen dat ik alles aan het dieren... We hebben een klaagcultuur en daar moeten we van af. En ik wil positief blijven, dus daarom ben ik tappen aan negativiteit. Meer altijd de tijd, maar dat ik wil ook 24 uur nog sari. Ja. Ik wil constant bezig zijn. En niet alleen bezig zijn omdat je geld wil verdienen. Maar het houdt je bezig, het houdt je gezin bezig, het houdt je omgeving bezig. Wanneer we samen zijn, no, de man had de boy van Birti. Dat strikot Awara. Emmers Awara, binnen 24 uur weer klaar. We haren niet die door, we pot niet dringen. Mensen komen zelf van de buurt om te vragen als ze mogen helpen. En dat moeten we gaan doen in het land, om mensen te stimuleren voor one yippie, voor one roko. Want geloof me, je hebt een paar gasten die niks willen doen. En een ander werk hebben om mensen het leven zuur te maken. We konden dat niet, want je hebt iets moois gezegd van... je naga de boy voor Abirti, kot Awara. Hoe belangrijk is dat om vooral die jongeren vandaag aan de dag te stimuleren... om positief bezig te zijn, precies, goed bezig te zijn? 100% wat je zegt. Mm-hmm. De man bij Simis Dong, met kot mi Awara, de mij buri. Uiteindelijk, de mij wakker committee tak buri. Mij loop verder bezig, ja, mij kan ondersteunen. En anderen heb ik ook zelf gevraagd, bijvoorbeeld mijn buurjongen, van ik, je zit daar eerst dong, hoe doe je dat niet? Je kan wat verdienen, wat is niet gratis. Je geeft ze natuurlijk wat, je stopt ze wat in de hand. Maar daarmee voorkom je dat de gasten andere dingen gaan doen. Want we hebben een geval daar gehad, laatste een roof aan de Kokobiakko. Dat zijn buurjongens geweest. Isabi, en het heeft me pijn gedaan. Omdat je ziet de jongens elke dag staan. Ja. De mijn bari odi.
Maar je weet niet wat er allemaal in hun hoofd omgaat. Hersenspark rond. Meneer Redmond. Dus het is jammer, we lachen daar misschien om, maar het is heel erg, is jammer. Ja, maar, of voorbeeldfiguur voor jongeren zit hier. Ja, zeker. Kleinfort is altijd een voorbeeldfiguur voor jongeren. Ja, want zulke mensen hebben we nodig, inderdaad. Hè, die met jongeren omgaan, die tijd maken om met jongeren te communiceren. Ja, om die jongeren inderdaad zelfredzaam te maken. Om die jongeren met positieve dingen te laten bezig zijn. Ja. De school, hoe belangrijk is dat? Want ja, ik heb jongeren hier gehad, onlangs die ook hebben aangegeven van, als corona, interessant morgen, tjengere jongen. Andere balen, wat moet ik op school gaan doen? Het is niet meer interessant. Moeten we niet naar dat stuk gaan kijken ook? Voor hoor dit tjemoro langer in haar onderwijs, meneer Redmond? Ja, het is belangrijk dat ze inderdaad met iemand kunnen sparren. Dus van gedachten kunnen wisselen over de school, wat er op school gebeurt. Ja, dat die stof op een andere manier wordt besproken. Ja, die ze kunnen begrijpen en die ze leuker vinden. Dus eigenlijk moet je het als rolmodel moet je het op een andere manier kunnen brengen dan de leerkracht of dan de ouders. Waardoor die jongeren inderdaad geïnteresseerd raken. Dus hun interesse moet dan opgewekt worden. En het is belangrijk om als rolmodel die jongeren te leren kijken naar zijn of haar potentie. Dus waar is hij toe in staat? Ja, wat hij nog niet ontdekt heeft. En dan samen die jongen ontdekken, of een meisje ontdekken, waar de potentie ligt. Ja. Ja, zodat die kan gaan werken om die te ontwikkelen. En vaak zie je ook dat als ze met hun talenten bezig zijn, dat ze gaan stralen. Ja, dat ze weer blij worden. En dat ze dingen leuker gaan vinden. Ja. Want daar gaat het om. Dat ze dus dingen vanuit hun passie, vanuit hun hart gaan doen. Clyde, we hebben een behoorlijke uitdaging. Ja. Je hebt het zelf genoemd. Heeft de weer 16-jarigen, 17-jarigen die betrokken zijn bij moordgevallen, Kiersma. Wat is hetgeen we moeten gaan doen? Waar moeten we het gaan aanpakken? Want ja, de hele social media zijn bepaalde mensen waaraan die jongeren zich spiegelen. Die was mij kon een go-to, biggie go-to, zo naar de ching. Fast money, nadat ik go in de young boy. Het is gewoon niet aantrekkelijk meer. Ik heb het geleden, of om te gaan werken. Ja, ik heb het verleden nog gehad met de groep. Trouwens, mevrouw Doorsen is vandaag jarig, Sandra Doorsen. Ja. Missie Marina, ik kan het progressant op Facebook, op team motivatie. Zeker go met doelgroep voor UNO. En we hadden een discussie zondag waarbij we ook hebben gesproken over dit. Van wat moeten we gaan doen? We moeten niet meer gaan praten. We moeten echt in actie komen. Want anders is die groep van ons verloren. Net wat je zegt, fast money is leuk. Maar het heeft consequenties. En als we ze niet gaan leren om te gaan met dit fenomeen. Als te zijn, mijn abba money is morgen snel. Ja, dit is morgen snel ook toe. En ook takas en gradhari. Dat er andere mogelijkheden zijn. Dat er andere opportunities zijn. Maar dat je moet willen. En nogmaals, ik ga misschien terug naar het begin. Het begin bij jezelf. If je nou bij Wani, if je nou gemotiveerd. Maar dan kom motiveer me, Lloyd. Maar dan motiveer me. Misabi voor misreven. En dat al 30 jaar. Want ik ben op mijn 15e. Begonnen met ondernemen. Ja, klein dat true, maar kopot wat chic aantekening. Vandaag aan de dag zijn er vele jongeren die dat niet hebben. Die zijn op de ouders of één ouder gezinnen, die naar Bating. Ouders naar Bating, ouders moest hossel voeren. Toen naar drie baan. Daarom met hij, mijn oma exemple. Omdat mijn schrift, mijn 15e, mijn taki. Ik ben niet afhankelijk van mijn ouders. Ik wil ze maar motiveren. Ik wil een boom op. En mijn print moet intact. Ik ben in staat voor trots aan mijn moestroon. En Sammy doet daaraan. Ik pot een traject uit. Ik ben 10, 20 jaar. En Sammy moest doen voor Doro Dappé. En mijn Doro. Maar zij zijn eigenlijk leuk mee en dan kan ik trots me. En dan smaak motiveren. En dat omleert de jongeren. Ze moeten. Dat wat meneer dingen. Ik weet niet als ik moet zeggen, ik hoef geen voorbeeld te zijn voor mensen. Ik moet doen en laat ze zien dat wat Clyde doet, het hem lukt. Laat mij ook mijn stappen ondernemen. Laat me ook gaan plannen. Laat me ook mezelf motiveren om te komen waar ik wil zijn. En natuurlijk de situaties veranderen. Want
1997 en 2022 zijn niet hetzelfde. Ja. Maar het is nog altijd, het gaat altijd terug naar wat wil ik zelf? Ja. Waar wil ik zijn? Waar wil ik staan? Wat heb ik nodig? Wat heb ik talent dat ik kan gaan ontwikkelen? En tuurlijk zijn er indicatoren. En tuurlijk zijn er, moeten er mensen en organisaties zijn in die buurt die zien van als Clyde verkeerd gaat, moeten we hem kunnen corrigeren. Moeten we met hem praten. En moeten we hem incentives geven om of en ook te gaan ontdekken wat wil hij, zodat we hem begeleiden. Ja. Dat moet er zijn. Mm-hmm. Maar het begint nog altijd bij onszelf. Ja. Het begint bij mij, als ik ergens wil zijn. En Midoro, en mijn bribi, dat ik alles maar kan door op de one door. If they want niet, if they want roko. Ja. En een situatie inderdaad ook to play een rol. If you look, a libe diri, maar ook to de keuzes als ma ewan miki, fu absani, fu de mail. En op tjus ook aan de sani de mijn actie voor een abi. Maar dan moet je ervoor gaan werken. Isabi, creëer een optie, creëer positieve opties. Want prani, ano, want soms zijn we als maar abi verleden. If you want prani is refi. If you bonka sat as an agro fes refi. If you want nothing, if you want nothing, ogro. If you nothing, agro moro snel. If you want nothing, ogro safri. Na sali bide ook toe. If you no organiseer is refi. Je gaat fesi, maar je gaat chimtja fesi. Omdat je recht in. En dat is wat je moet begrijpen, jongeren moet begrijpen. En wanneer ze ook in een groep, onuja we taki, maar de massa om bereik, hoe bereik? En vooral bereik de man dat niet. Dat is nou wat uitdaging. Omdat, met taki de man ook toezond, dat in de buurt die fossi, misabna in flora per mi gro, dat we op jongere organisaties, dat we op alle zonden activiteit. Dus wanneer vind je wat die? Als alle jongeren gaan de vlinder, je gaat ook toe. Dus de sanat om begin creëren dat de gemeenschap also komt bakken. Activiteiten, de massa dat je een score dat je leert dit, je leert dat die. Automatisch je harde man komt. Want we betekenen ook toe, we horen wat jongeren zijn, maar jongeren gaan komen. Als jaren de maaiere, cadensie, de of dit, dat ook komt. Maar boskopu dan kan teken. Hoe draai je aan dat die? En ook toen de man zei mekpoku. Mekpoku, mek de man leer uit a poku tak de moest ondernemen, de moest doetrasani. Maar dan mekpoku voor dag elkaar uit, voor klee elkaar uit. Want zo je vernietig aan jeug. Ja. Want de man loopt a poku, maar wat halen ze eruit? Dus muzikanten, de man zei doe art, noem maar op, allemaal in cultuurverbonden, de cultuurverenigingen. Beginnen met de organisatie bakken in de buurt. En de overheid op een rol ook toe. Faciliteer de orga. Faciliteer die organisaties in die buurt, zodat de kinderen niet uit de buurt hoeven. Maar dat er ontspanning is in de buurt op hun manier. Zat de lobby, dat je ziet dat als een kinky bakken. In mijn brief is sterk in de sanatie. En als je begint praan in de buurt, we tegen de man dat je even praan, hoe kan je een groente vieren of in afgost naar een goede serie. Je stimuleert allemaal voor praan daadwerkelijk. Ja. Even overheid en gigrong voor praan niet. Is dat zo met dat je toch? Dat je creëert, maar als je dan creëert, dat je maar ook creëert, die igisania, en dat gaan we ze als last zien. Ja. Maar dat hij pori in naar konderen, en dat moeten we niet hebben. We zijn allemaal verantwoordelijk voor dat geheel. Ja, en dat in af longo naar goat pussy no more. We gaan naar de telefoon. Als u, ik zag de telefoon overgaan, dus u mag weer bellen als u vragen hebt, als u opmerkingen hebt over met hetgeen. Ik ga gaan met Kota Awara Business. Yes. In 2020 niet start naar Kota Awara. Yes. Ik heb begrepen dat ik de eerste was. En was mijn actie mee, meneer Redman, was mijn actie mee met Smoko, Fusdon Kota Awara Disma. Meteen maar dat hij met Smoko. Want akkoord samen met koti, ik liever me een mooi money op. Als je niet begrijpt wat doel van een woordje is, dan is het wel lolo. Zijn er tussen 2 jaar verder, en tussen mijn jaren was maar in Bersaba. Want daar moet je ook... Ja, Misha, halleluja, prijs de Heer. Is mijn begin begrijp. En ik kan me niet voorstellen, en ik wil geen... Ja, ik ben me nog schuldig, maar... Maar dat die mensen in para dat idee niet hebben overgenomen. Want je kan geld verdienen met die awaras. Ja. Ik stuur naar Nederland nu. Broer, 20 kilo gesneden awara weggestuurd. Waarom pakken de mensen in para dat proces niet op? Het kost je niet veel. Alleen maar je tijd en liefde
kota awara, stoffing. Look at een productje puur uit awara. Gestoofde awara, geconfijt, gesneden met suiker, awara sap, awara oko. Zoveel doe je met één product. Kalase lafu. En dan praat ik slechts over één product, awara. Maar heb je meer. Suriname is zoveel producten. We hebben heel veel. Wat doen we? Wat willen we nog meer? We gaan naar de telefoon. Goedemorgen. Laten we kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedemorgen. Goedemorgen met Fina. Ja, Fina, hoe gaat het? Het gaat rustig, vooral hoe ik awara heb gehoord. Ik zou je net vragen of je ook een awara business hebt, Fina. Ik hou van awara. Mag ik komen halen? Dan moet je contact maken met Clyde Ford, ja. 2 kilo. Fina, wat vind je ervan? We praten over onder andere zelfredzaamheid. Plant jij zelf ook? Jawel, ik heb antroa. Ik plant alleen waarvan ik hou. En waarvan hou je? Sopropo, antroa. Ja. Kousenband, maar niet zozeer. Maar sopropo, antroa, tijerblad. Jij mijn vaste 3 groenten waarvan ik hou. Gezonde groenten, man. Jawel, en ik kan ze elke dag eten. Ik verveel niet. En vandaag hoef je dus geen geld uit te geven aan deze groenten? Nee, aan die 3 groenten hoef ik niet. Mm-hmm. Iets anders, maar zelden. Ja. En ik oefen vaak. Al is het niet veel, al heb ik 5 antroas. Mm-hmm. Het is een kleine pot voor mij en mijn 3 kinderen. Geweldig. Fina, welke boodschap heb je naar mensen die misschien nog niet planten? Nou, boodschap wat ik heb. Ik zeg van, probeer zelfs iets te doen. Mm-hmm. Er is heel veel te doen. Er is heel veel werk wat je kan doen. Je moet zelf creëren. Ja. In positieve zinnen, niet in negatieve zinnen. Geweldig. Fina, was dat het? Of had je misschien een andere vraag? Als een kleine ondernemer het kan, mm-hmm, dan kunnen we het allemaal ook. Je moet je gewoon inzetten. Geweldig. Heel mooi is dat, Fina. Had je nog een andere vraag misschien, Fina? Was dat het? Een andere vraag? Nee. Van meneer Redmond. Redmond. Perfect. Ik stuur straks een app, want ik wil die training graag volgen. Goed zo, okay, Fina. Nou, geweldig. Prima. Ik doe sap en ik doe ook fruit. Geweldig, Fina. Mooi. Geweldig. Fina, heel hartelijk dank en heel veel succes met alle goede werk waarmee je bezig bent. Dankjewel, dat was Fina. We gaan even naar de volgende. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Lloyd. Ja, goedemorgen. Het is heerlijk om naar die twee heren te luisteren. Dat magisch woord heb ik gehoord, met liefde. Moeder aarde na dape wogobaka. Moeder aarde dape fukan roking. Meneer, u weet zelf dat ik niet zo makkelijk meer loop. Ja. Meneer, mij praat niet toe. Mm-hmm. Ja, pas maar de jepi dikke moroboom. Dus het gaat erom dat niet iedereen dat doet. Maar wanneer men het ziet en die lobby daar is, dan kunnen ze ook incentives krijgen van deze twee heren. In de lobby, die zij lobby dan. Lobby naar een magisch woord. We moeten onze jongeren weer naar huis brengen. Mm-hmm. Ja, 100%. Moeten weer en die meneer heeft iets gezegd. Je kan doen wat je wil, meneer Groenewoord. If regering nee faciliteert. Ik kan dus aan je, want de kinderen moeten opkijken naar het gezag. Ze moeten vertrouwen weer hebben in dit land. Ze moeten vertrouwen hebben dat die drapen de jolukomi toe. Suriname is een moxipato. Alle culturen moeten één worden onder de noemer van liefde. Daar zijn ook bakalek bivo. Want bivo, zij betak maya. Na wanyan panis, mami bet mi mayep kwek mi, in wan slendang. Na sa lobby ben lobby, en mi mami twarfu. Na sa lobby ben de, ye uno basko tu, no wo mus fu abe. Lobby na amagis, en ik heb het geproefd bij meneer Redmond en meneer Clyde. Gaan jullie zo voort. En wij die het niet meer kunnen, moeten bidden voor jullie dat jullie succesvol worden. Absoluut. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Yes. Dankjewel en een hele fijne dag, mevrouw Albertine Klarke. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, we gaan naar de afronding. We hebben nog zo'n 3 minuten te gaan, meneer Redmond. Maar er is één grote uitdaging en ik moest laatst een bericht lezen van iemand die zei van ja,
Hij wil hier investeren, maar ja, investeringsklimaat, nou dit echt idee. Alleen maar om een bankvergunning, dacht ik, een bankrekening te krijgen, is het een probleem. Vergunningen die jarenlang, waarop je jarenlang moet wachten. Oké, okay, het is belangrijk om de juiste wegen te kennen, om je zaken te regelen. Dus weten waar je wat moet doen, een vergunning aanvragen of die bankrekening openen, inderdaad. Dat is één. Nou, twee, wat belangrijk is, is om goede relaties te ontwikkelen. Ja, om te investeren in relaties. Dus als je met een bankier aan de slag gaat om die rekening te openen. Ja, is het belangrijk om een goede band met die persoon te ontwikkelen. Ja, zodat die persoon inderdaad ook jou leert kennen. En het vertrouwen kan groeien. Want als vertrouwen groeit, ja, dan gaan dingen makkelijker. En als derde is het belangrijk om een track record, noemen ze dat. Een track record te hebben. Dus je bent bezig met Awaras bijvoorbeeld. Je hebt dus een aanplant, je hebt geproduceerd, ja, je hebt verkocht, je hebt je omzet gemaakt. Laten we zeggen 1-2 jaar heb je omzet gedraaid, heb je kosten beheerst. En dan kun je laten zien, ja, je inkomsten en uitgaven. Dan zal zo'n bankier ook meer vertrouwen krijgen in de toekomst van jou. Want die bankier heeft kunnen zien dat je het kunt. Je hebt laten zien dat je het kunt. En dan zal hij bereid zijn om te investeren, om het nog groter te gaan doen. Dus dat zijn belangrijke elementen om te hebben. Dus kennis van zaken. Dus wij kunnen helpen om de mensen de weg te wijzen. Als vader, moeder, vinger. Omdat wij goede relaties hebben met instanties. Ja, verschillende organisaties. Ja. Hebben we goede relaties mee. Waardoor die drempel lager wordt. Ja, ten tweede is het belangrijk om inderdaad relatiebeheer te doen. Dus echt te investeren in relaties. Dus tijd te nemen om iemand te leren kennen. En als derde is het belangrijk om te laten zien wat je al gedaan hebt. Okay. Ja, zodat die mensen inderdaad vertrouwen krijgen. En dan gaat het een stuk makkelijker. Ja. Tot slot, Clyde. We hebben nog een minuut snel. No. Je laatste woord. Ja, ik wil de mensen, de jongeren, de samenleving oproepen. Voor doe zo om ons doen. Koop de compressie in de samenleving. Koop stimuleer makandra. Koop bouw op. In plaats dat we dat onze tijd gaan verdoen aan Takis Masani, heer die dat social media play de geweldige uit. Terwijl ik gebruik social media goed voor gebruik kan. Mijn gebruik voor promoten. Aladdin product voor mij. De hele dag. Dus ik hoop dat er mensen zijn die het voorbeeld willen overnemen. Okay. Heel hartelijk dank, Clyde Ford en de heer Redmond. Heel veel succes toegewenst met uw ondernemerschool. Carlos Pinas, bedankt. En al de luisteraars, een hele goede dag verder en een goed weekend. Tot maandag. Dag.